is het coronavirus uitgebannen? Wereldwijd nog lang niet. Maar in Landert lijkt het net als in de rest van Nederland de goede kant op te gaan. Wat heeft het virus voor Landert eigenlijk betekend? En wat mag nu eigenlijk wel of nog niet? Henk de Klein praat erover met burgemeester Marnix Bakermans. Marnix Bakermans, burgemeester van de gemeente Landert. Sinds 1 juli, Marnix, is het... Ik mag wel Marnix zeggen. Jazeker. Sinds 1 juli is de corona eigenlijk weer alles nagenoeg vrijgegeven. We gaan een beetje in de modus van het virus is voorbij, maar het is helemaal niet voorbij. Het leeft nog echt, hè? Ja, nee, het leeft nog echt en er is ook nog wel grote zorg bij. Ja. Hè? Dus de anderhalf meter samenleving, dus we moeten op die anderhalf meter blijven. En ik zie aan alle kanten dat dat ongelooflijk ingewikkeld is. Ja. Maar het is misschien vooral goed om nog eens heel even terug te filmen naar waarom die zorg er is. Want er zijn in Landert, hè, in dit gebied als eerste, heel veel mensen overleden, heel veel mensen ziek geworden van dat rottige virus. En dat virus is inderdaad niet weg. Dat verdriet is ook niet weg bij heel veel mensen. En dat maakt dat wij toch wel veel dingen vrijgeven. Maar toch een oproep doen aan iedereen. Ja, ga er nou zorgvuldig mee om. Want wat wij meegemaakt hebben, en in Landert heel sterk meegemaakt hebben, ja, dat wil je geen tweede keer hebben. En er is veel meer sterfte geweest. Er zijn heel veel mensen waarvan we eigenlijk niet weten dat ze aan corona overleden zijn, die daar toch bij die groep gezeten hebben. Nou, en ik vind het wel zorgelijk eigenlijk hoe snel we dat vergeten. Ja. Dus ik zie mensen heel erg naar de zomervakantie, de kroeg in, leuke dingen doen. En dat mag, hè, daar waar de ruimte is. Sterker nog, ik wil niemand ontmoedigen om dat te doen. Maar hou wel die anderhalve meter in acht. Ja, dat is echt van belang. We moeten er ook rekening mee houden dat wanneer dat virus ergens opvonkt, en dat zou ook hier kunnen zijn, dan gaan we ook heel snel terug naar de situatie die er is. En ons gedrag bepaalt heel veel van hoe dat gaat gebeuren. Ik ben in ieder geval nog niet vergeten hoe ernstig het was. En het is nog maar 12 weken. Ja, want het heeft bij de gemeente Landert een enorme impact gehad. Want jullie hebben daarvan heel dichtbij meegemaakt. Ik ben blij dat wij als gemeente in een aantal zaken, en dan gaat het gewoon over goed afscheid nemen van mensen, dat in de regelgeving die helemaal heel strak was, hè, maar maximaal 30 mensen bij een begrafenis. Ja, hoe geef je dan toch vorm aan afscheid? We hebben een aantal hele mooie voorbeelden gezien. Hè, dat we rijen hebben gezien langs de straat, dat mensen echt op een goede manier met al die beperking afscheid konden nemen. Ja, dat is hetgeen waar we als gemeente een bijdrage kunnen leveren. Dus waar kun je ruimte geven binnen de regels zoals ze op dat moment vanuit de nationale overheid gesteld worden? Nou, ik denk dat dat iets is wat wij proberen te doen. Maar een gemeente heeft geen gevoel. Hè? Een gemeente organiseert dingen en regelt dingen. Maar tegelijkertijd moeten jullie ook, en zeker jij als burgemeester, moet ook naar buiten uitdragen. Ja. Mensen, ben voorzichtig. Mensen, hou je zelf aan de regels, zoals je nu ook doet met die anderhalve meter. Nu, als we nu ook doen, eigenlijk dat we zeggen van het versoepelt allemaal wel, maar ben voorzichtig. Zorg, dat is een grote taak van ook van. Jawel, vind jullie? Als je de film terugdraait, en die is eigenlijk nog helemaal niet zo oud. Hè? Nee. Ik zeg al, 16 weken terug, dan zit je eigenlijk aan de start van wat dan de coronacrisis is gaan heten. En je kijkt welke verschillende stappen er allemaal gezet zijn. Ja, dan heb je heel veel verschillende rollen eigenlijk, ook als burgemeester. Ja. In het begin gaat dat eigenlijk over de zorg van de mensen die overlijden, maar ook de mensen die in de zorg werkten. Ja. Het systeem wat in Bernhoven hier om de hoek natuurlijk gewoon volledig overbelast was. Ja. Ja, hoe krijg je dat georganiseerd? Dus contact met huisartsen, contact met onze zorgcorporaties. Ik niet alleen, hè, dat gaat ook via de wethouders en mensen die bij ons in de organisatie werken. Hoe kun je nou eigenlijk alles wat we in normale stand goed georganiseerd hebben, waar we tevreden over zijn, hè, want ik denk dat we echt wel mogen constateren dat in een gemeente wonen waar de zaken eigenlijk wel goed georganiseerd netjes voor elkaar zijn. Hebben. Ja. Ja, en in een land. Ja, en in dit geval vragen we eigenlijk heel veel van elkaar om in één keer te doen. En ik denk dat de rol van mij in ieder geval is om mensen op te roepen vooral dat te doen. Hè. Steun te geven aan de mensen die het niet kunnen of steun te geven aan mensen die anderen verliezen. En aan de andere kant ook wel te duiden wat er eigenlijk aan de hand is. En dat is ook de zorg daarmee delen. Ja. Nou, en als je dan die verschillende stappen achter elkaar zet, dan zie je dat
de zorg over verlies en ziekte steeds minder wordt. En dat die zorg dan steeds meer gaat over, nou, hoe kun je nou op een goede manier weer gaan samenleven. Dat is het eigenlijk het liefst doen. En dat is, is een complexe, dat is wel een complexe. Maar hoe kunnen we op een goede manier weer gaan samenleven, daar komt ook weer een rol van de gemeente kwam erbij. Want alle verenigingen die iets wilden gaan doen, horeca die iets wilden gaan doen, die moesten allemaal werken met protocollen. Ja. En al die protocollen, heb ik begrepen, die gaan ook via de gemeente, gingen die weer ter goedkeuring. Dus er kwam een flinke extra taak erbij. Er is hier ontzettend hard gewerkt, heel veel onderdelen om het, goed geregeld te krijgen. Rutte staat op dinsdag iets te roepen. En misschien moet ik een ander voorbeeld. Op een zondagavond was het volgens mij, zei hij, om 5:30 of om 6:00. Kunt de kroegen dicht, Ja, en dan moet je binnen een half uur moet je dan kijken of dat gebeurt. Dus dan kun je je voorstellen dat hier in de organisatie echt wel dingen gebeuren. Wat wij goed georganiseerd hebben is het gegeven van de veiligheidsregio. Er is veel over te lezen en te horen. En dat betekent eigenlijk voor ons niets anders dan dat ik eigenlijk niets meer zoveel te zeggen heb. Dat was eigenlijk ook mijn vraag. Ja. Van hoe zit het met de veiligheidsregio? Ja. Want wij vallen onder een veiligheidsregio van waar ook de burgemeester van Den Bosch de hoofd, of eigenlijk de aanvoerder is, de hoofdpersoon is. De burgemeester van Os is daar zijn vicevoorzitter. Maar die bepalen eigenlijk hoe het beleid is in deze richting de andere gemeentes. En de kleine gemeentes, waaronder landen dan toch maar vallen, die moesten zich aanschuiven, die moesten zich inschikken. In het begin is dat allemaal rijksbeleid, dus zijn we vooral aan doen om dat goed uit te voeren. Ja, en wat wij hebben in de veiligheidsregio zijn heel veel mensen ook daar, politie, juristen, die een noodverordening op een goede manier uit kunnen werken. Want eigenlijk wat er gebeurt is dat wat bedacht wordt, moet natuurlijk op papier gezet worden, zodat wij ook als we mensen aanspreken of moeten handhaven, omdat het gedrag wat vertoond wordt eigenlijk niet past in hetgeen wat je afspreekt, dan moet je op kunnen treden. Daar heb je allerlei juridische instrumenten voor nodig die dan moeten kloppen. Dat gebeurt eigenlijk vooral in de veiligheidsregio. En we hadden elke week hebben wij afstemming met de burgemeesters, kwamen bij elkaar op de donderdag, vooral digitaal in eerste aanleg zeker. Waarbij we dan bekeken van maar waar zit de ruimte? Waar vinden we eigenlijk dat het strak gehouden moet worden? Een voorbeeld hier, de putten van Hofmans, waar in één keer allerlei mensen zaten. De crosses op elkaar zich niet helemaal gedroegen zoals het moest. Daar heb ik het besluit genomen om daar in ieder geval een gebiedsverbod in te stellen. Wat er dan moet gebeuren, want uiteindelijk moet Jacques Mikkers moet dat tekenen. Ja. Want ik kan dat wel roepen en we hebben wel afgesproken dat ik daar individueel een besluit over kan nemen. Dat kon dus wel. Ja. Ik blijf erbij. Kijk, ik ben baas in deze gemeente. Wat ik moet doen, en ik vind dat daarom zo goed, is binnen de kaders van het beleid wat afgekondigd is, mijn werk doen. Maar als bijvoorbeeld in de veiligheidsregio bedacht wordt dat de kroegen helemaal niet open mogen, terwijl dat in nationaal beleid wel gedaan, dan kan ik gewoon zelfstandig zeggen, beste vrienden, het is leuk dat u dat bedenkt. Ja. Maar in mijn gemeente gaan wij door op die lijn. Wat je dus probeert te doen is vooral afstemming te zoeken in waar het grijze gebied zit. Dat zit natuurlijk in allerlei opmerkingen. Een voorbeeld, de sportscholen mochten niet open. Ja. Ja, en vind je dan dat er buiten gesport mocht worden? Ja, inderdaad. Want een aantal dingen. En mag er dan een tent bijvoorbeeld tegenaan gezet worden? Als je dan een tent doet, dan wanneer is dat buiten en wanneer is het binnen? Nou, daar zit dus echt de ruimte om met elkaar te zeggen. In die fase was het allemaal nog spannend. Zo min mogelijk, maar als het is, in ieder geval op die afstand hanteren. Een tent, een dak mag, maar alle flappen eruit. Ja, nou, op die manier zit je eigenlijk op. Heel praktisch met elkaar te spreken. Ja. Maar dat vergt ook weer een extra energie die je nodig hebt, een extra inzet naast alle dingen die je moet doen. Want je wilt toch al die bedrijven, zo heb je bijvoorbeeld, heb ik gehoord met een interview met de horeca, heel intensief met de horeca overlegd, in hoeverre hun toch hun werk gedeeltelijk konden gaan uitvoeren toen er wat ontlasting kwam. Dat is een extra taak die erbij komt. Jawel, er is heel veel werk bijgekomen en de horeca, dat zijn goede overleggen geweest en dat is ook gewoon ingewikkeld. Dat zijn bedrijven die anders misschien omvallen. Ja. Dus wij in Landert gezegd hebben, laten we nou maximale ruimte geven. En niet alleen maar voor die horeca, maar ook gewoon voor onze inwoners. Ja. Dus als ze dan straks naar de kroeg kunnen, dat ze in ieder geval dat kunnen doen onder de voorwaarden die wij zelf zo belangrijk vinden. Ja.
Daarnaast hebben we hier natuurlijk ontzettend veel toeristen. Ja. Ja, ik zou toch niet willen dat wij in deze tijd toeristen gaan verliezen. Simpelweg omdat we niet begrepen hebben dat dit een onderdeel is ook van het leven. En als dat kan, onder die voorwaarden dat je dat goed invult. En, ingewikkelder was eigenlijk onze toeristische sector. Ja. Waar wij vanuit dit gebied, waar zoveel gebeurde, eigenlijk zeiden, nou, daar kunnen we nog niet heel veel loslaten. Terwijl in Zeeland en Groningen, in veiligheidsregio's, ze zeiden, nou, weet je wat, nou, laten we campings maar zoetjes een beetje weer bevolken. Maar ja, het virusdruk daar was een stukje minder. Ja. Dus daar zaten ze ook met een andere zorg aan tafel. Nou, dat zijn eigenlijk wel de moeilijke en spannende dingen, vind ik. Dan neem je een besluit, dat heeft consequenties voor een bedrijf. Hè? Ja, de campings. De bedrijven, denk ik wel. En aan de andere kant zit je met de volksgezondheid. En of we het goed gedaan hebben, ja, eigenlijk weten we dat niet. Nee, er zal een vast onderzoek komen, waar mensen zeggen, nou, misschien had je dit beter kunnen afwerken. Voorwaarden nog eens mee kunnen nemen. Nou, dat mag, dan mogen anderen dan ons eens een keer voorhouden. We hebben net gezegd, het kost een hele hoop organisatie voor een gemeente, maar dan lees ik diverse, of in de krant lees ik nou dat diverse gemeentes het nou financieel heel moeilijk hebben. En dan komt bij mij de vraag van, hoe is dat in Landert? Hebben we in Landert ook behoorlijke financiële bijdrage moeten doen? Is er ook een extra greep gedaan in de Landertse kas om dit allemaal te verwezenlijken? Ja, er zijn wel een aantal dingen die gebeurd zijn. Hè. Eigenlijk net als in andere bedrijven zijn wij hier ook digitaal moeten gaan werken. Ja. Ja, dus we hebben in één keer een hele sloot aan laptops aan moeten schaffen om mensen de mogelijkheid te bieden om dat te doen. Dus wij hebben met elkaar gezegd, €300.000 is er echt uit de kas genomen om activiteiten te doen. Eén, dat gaat simpelweg om de dienstverlening van de gemeente voortgang te laten hebben. De tweede is, wij zagen dat zorgcorporaties in beweging waren, extra dingen aan het doen waren. We zagen dat bij de sportverenigingen er allerlei zaken moesten gebeuren. Ja. Dus wij hebben ook gekeken naar een initiatief in Zeeland, in Reek, in Schuik, dat mensen zeiden, wij willen graag de zorg een hart onder de riem steken. Ja. Dus we willen graag banners hangen, et cetera. Initiatieven van inwoners waarvan wij zeggen, nou, dat zijn goede initiatieven, laten we daar nou ook een bijdrage aan leveren om in ieder geval te zorgen dat we de goede dingen blijven doen. Er is extra ondersteuning gekomen voor wijkverpleegkundigen. Nou, dat zijn zaken die je anders niet zou doen en die hebben een extra prijskaartje gehad. Een ander deel waar we naar kijken is, ja, kun je nou toeristenbelasting blijven heffen op het moment dat de campings dicht zijn? Ja. Nou, daar gaat dan uiteindelijk een streep door, dus daar mis je inkomen, inkomsten bij. Of bij de kroegen van dus het terras. De terrassen een tijd niet hebben kunnen willen, dus de leges daarvan kwijtschelden. Nou, wij brengen geen leges in rekening voor het vergroten van de terrassen. Maar eigenlijk, als ik kijk in alles wat ik vanuit andere gemeenten hoor zeggen, nou, dat is hier allemaal nog behapbaar. Ja. Het probleem begint als je betaald parkeren hebt in je gemeente en daar je hele begroting mee dichtrekent. En er komt ineens, zoals in een bos, 1,5 miljoen minder. En in Uden bijvoorbeeld ook. Of in Uden ook. Ja. En dan beginnen er wel problemen ontstaan. Dus het kost geld. We hebben ook nog niet helemaal helder de extra uren die we maken op een aantal onderdelen, op welke wijze die vergoed gaat worden. Maar op dit moment is dat niet het grootste probleem. Nee. Landen. Een gezonde gemeente Landert die hebben dat op een mooie manier op kunnen vangen. Ja, en wat je wel moet weten, dat geldt voor de veiligheidsregio, maar ook onze GGD, de omgevingsdienst. Ook die zijn allemaal zaken aan het doen, extra aan het doen. Dat valt iets meer buiten ons gezichtsveld. Maar als er 175 FTE GGD-medewerkers extra moeten zijn, hè, om te testen, om te kijken hoe dat contactonderzoek moet plaatsvinden. Ja. Nou, die hebben een bulk werk gehad. Ja, dat geldt dat eigenlijk normaal bij de gemeente. Het is onze GGD. Dus hoe die rekening uiteindelijk dadelijk... Er komt waarschijnlijk straks ook een rekening terug. Ja. Dat zou dat is ook logisch. Toen Rutte de laatste keer zijn persconferentie hield, toen schoof hij eigenlijk ook een behoorlijke verantwoording, vind ik, naar de kleine gemeente. Want hij zei, kleine evenementen mogen weer gehouden worden. Ja. Maar dan moet vergunning gevraagd worden bij de gemeentes. Nou, dat denk ik kleine evenementen. Dan ging ik eens nadenken wat een Landertse kermis, weet ik niet of het een Zeelandse kermis of het een klein evenement is. Een braderietje die in de straat gehouden wordt. Maar mensen moeten allemaal weer vergunningen aanvragen daarvoor. Moesten ze eerst ook, maar dat ging wat soepeler, denk ik, als nu. Nou zullen er nogal wat eisen gesteld worden aan protocollen die er
Nou ja, weet je, uiteindelijk een vergunning aanvragen bij de gemeente is nooit... Het is altijd best wel een klus. Wij zijn aan het kijken op dit moment of wij een kermis zouden kunnen houden in Schaik en Zeeland. Die komen ook aan dit jaar. Dus wij zijn met de organisator, en dat is de rechter die het voor ons doet. Dan zijn we nu in overleg. Maandag zit ik met de man om tafel. Ja. Ja, hoe kun je dat nou op een goede manier doen? Dus kun je bijvoorbeeld de loopstroom op een bepaalde manier inzetten. Nou, moeten we op bepaalde plekken nog ontsmettingsmiddelen. Vroeger kwam je het terrein op, maar dan maakte het allemaal niet uit. Ja, dat zal waarschijnlijk wel gereguleerd gaan worden. En ook hier geldt dat je eigenlijk probeert om het leuke van het leven, om dat in stand te houden en misschien weer in beweging te brengen. Maar wel met de restricties die er uiteindelijk gelden. Er wordt wel een puzzeltje. Want de verantwoordelijkheid waarvan je zegt, die legt Rutte bij de kleine gemeente neer, die leggen wij eigenlijk ook wel voor een stuk deel door, gewoon naar onze inwoners. Kijk, ik heb capaciteit om te handhaven, die is zo klein, dus daar gaan wij het gewoon niet mee redden. Nee. Dus het gaat echt afhankelijk zijn van gewoon ons eigen bedrag. Gedrag. Gedrag, ja. Zijn wij serieus genoeg met hetgeen wat ons overkomen is? Gaan we goed om met hetgeen wat ons verwacht wordt? En dan kunnen wij echt heel veel. Ja. En de komende tijd zullen we met elkaar een bewijs moeten leveren. Ja, want we gaan nu wel allemaal een beetje richting vakantie denken, een beetje vrije tijd. Maar goed, daarna dan beginnen ook weer de verenigingen beginnen weer op te starten. Ja. Uiteindelijk zeggen we, alles is losgelaten, behalve de 1,5 meter. Hè, ja. Moet ik eigenlijk zeggen. En zelfs contactsporten kunnen weer. Ik heb dat nog niet benoemd, maar wel belangrijk, onze verenigingen en organisaties. Ja. Die hebben het echt supergoed gedaan. Dus vind ik ook, kinderen konden gaan sporten. 3 dagen later waren alle protocollen uitgeschreven. Dat doet de gemeente niet, wij checken ze. Ja. En allemaal uit de verantwoordelijkheid om die kinderen goed te kunnen laten sporten. Het sluiten van de scholen en het opstarten van de scholen. Kinderdagverblijven. Kinderen waar het soms slecht mee gaat. Hè? Ja. Echt allemaal ontzettend goed gedaan. Ja. De zorgcoöperatie met extra energie. Hij kan echt een hele lange tijd doorgaan over wat er gewoon heel goed gebeurd is. De vraag die wij onszelf nu moeten stellen, en dat geldt eigenlijk ook voor al die clubjes en verenigingen, stel nou dat we weer in zo'n proces terechtkomen. Ja. Nou, hoe kun je nou op een goede manier, gereguleerd, die dingen zo goed mogelijk laten doen, dat we niet meteen in allerlei... In de stress schieten. Ja, ja, en die stress was soms nodig. Ik hoop dat dat voor de komende maanden anders gaat. We hebben nou de burger gehad, we hebben het verenigingsleven hebben het over gehad, maar het bedrijfsleven, hoe is het? Die hebben ook zijn bedrijven bij, die hebben echt, er zijn bedrijven gevallen, er zijn bedrijven die hangen op het randje en die hebben het net gered, en er zijn bedrijven die hebben het verdorie iets goed gedaan, omdat ze voordeel hadden van alles. Denk bijvoorbeeld maar aan de supermarkten. Ja. Nee, het is precies wat je zegt. Hè. Dus afhankelijk van de branche had je geluk of pech. En over het algemeen hebben mensen pech gehad omdat ze heel veel moesten regelen om het voor elkaar te krijgen. Allerhande ketens, zeker als je in een soort van wereldwijde keten werkzaam bent. Ja. Dan was het maar de vraag of dat ene schroefje uit China op tijd zou komen, et cetera. Dus allerlei complicaties. En wat wij gemerkt is, door het Rijk is er een regeling opengesteld. De TOZO heette die. Ik geloof dat er 180 mensen uit Landert, bedrijven, ZZP'ers, zich gemeld hebben om daar aanspraak op te maken. Want daar kwam ook weer een taak voor jullie bij. Die konden zich bij het gemeente, meld je bij het gemeente, want daar heb je de mogelijkheid om je aan te... Ja. Oké, okay, gemeente. Ja, dus net zoals er in de buitenwereld heel hard gewerkt is, ik daar heel trots en complimenteur over kan zijn, kan ik dat ook over medewerkers hier die extra uren zijn gaan werken, hun vrije dagen niet opgenomen hebben, vakanties uitgesteld om dit soort dingen voor te doen. Met een extra handicap, want we hadden ook hun geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Ja. Maar wat we gemerkt hebben, en het is ook wel eens... zo'n crisis geeft ook nog wel eens andere inzichten. Ik was niet zo'n voorloper als het gaat over thuiswerken, et cetera. Ja, het is gewoon geweldig goed gegaan. Ja, niet voor iedereen, hè, want dat geldt altijd in dit soort dingen. Het is altijd met die dingen. Dus als het gaat over het uitvoeren van het sociale dienst, dan waren een aantal, er zaten toch nog wel veel op papier. Die moesten hier zijn en de rest zat dan thuis verder te werken. Ja. Maar eigenlijk, als ik zie wat de omvang van de klus was, dan kunnen we alleen maar constateren dat dat... Ja. goed gegaan is, maar dat er aan de achterkant van die regelingen ontzettend veel ellende zit. Ja. Dus bedrijven, precies wat je zegt, bedrijven die omgevallen zijn, financieel ellende is.
Dus er is misschien ook in die nazorgfase, waar we zo langzamerhand in terecht komt, nog wel eens wat extra's te doen. Dus mensen die toch schulden opgebouwd hebben, ja. Nou, dat zullen we in de gaten moeten houden. Mensen die hun dierbaren hebben verloren. Misschien met psychische problemen als gevolg daarvan kunnen blijven zitten. Mensen die ziek geweest zijn en misschien met minder capaciteit terugkomen. Ik zit zelf in de Raad van Toezicht die nu met VWS samen de eigenlijk zoals we met de Q-koorts de nazorg georganiseerd hebben, om dat ook voor COVID te kunnen doen. Ja. Nou, als je ziet wat daar op ons afkomt, dat is weer enorm. Maar er is in ieder geval oog voor de ellende die mensen hebben. En die is veel breder dan alleen maar de klastheid van mijn longen. Ja, dat zit soms ook in het sociale traject. Dat zit soms ook in, in werk of werk niet meer kunnen doen of kunnen vinden. In capaciteit kan dat zitten. Dus er is echt nog wel een soort van restschade en restpost waar we in de nazorg aandacht voor moeten hebben. Ja. En dat is ingewikkeld werk. En misschien nog wel veel ingewikkelder. Dan zeggen, jongens, vanavond gaan we de hele horeca dichtgooien. Ja. Dat is een duidelijk besluit. Ja. En we zetten ze nu weer open. Onder en dat is ook duidelijk controleerbaar. Ja. Ja. Dus ik zie daar nog wel wat zaken op ons afkomen. Dus we kijken eigenlijk op het moment dat we op het kantelpunt zijn in die pandemie, eigenlijk zo hopelijk op het kantelpunt zijn, kijken we op een goede manier terug van wat er eigenlijk allemaal gedaan is. Wel met zorgen en met leedwezen naar mensen toe die er ook echt heel veel last van gehad hebben. Maar we kijken ook een beetje vooruit met een beetje licht in de ogen van het kan de goede kant op gaan, maar laten we alsjeblieft voorzichtig zijn. Ja, ik blijf zeggen, wij hebben de sleutel. Wij hebben de sleutel in handen. Ja, En we hebben niet alles voor het zeggen met dit virus, maar wij kunnen het echt beïnvloeden. Dat hebben we laten zien afgelopen periode. Laten we het alsjeblieft niet zo ver komen. En als het er dan is, heel snel weer acteren, dat we het snel onder controle hebben. Goed zo. Dat zou de oproep zijn. Goed zo, bedankt. Bedankt voor het gesprek. Bedankt voor de tijd die je eventjes mocht. We mogen lenen eventjes. We konden praten, want het geeft voor mij ook wel weer een hernieuwd beeld over wat we gedaan hebben. En als laatste, als het mag. Ja, zeker, zeker, zeker. Echt richting onze inwoners. Ongelooflijk trots hoe wij dit met elkaar in al die ellende hebben opgepakt. Dus dat men, kijk maar even in de camera, dat weet. Top gedaan, heel goed. Goed, dan zullen wij als burgers heel trots op zijn dat we dat met z'n allen hebben kunnen doen. Dat mag. Bedankt dan al voor het gesprek.